Ik ben vroeger veel gepest en merk dat ik daar nog steeds last van heb. Is dat normaal of ligt dat aan mij? Ik heb hier wel eens een uh, onderzoek over gelezen op een enquête, dat was het volgens mij. En uh, daarin gaf ze zelfs aan dat uh, 70% van de mensen die gepest is, er eigenlijk levenslang minder van ondervinden. We kunnen eigenlijk stellen dat pesten traumatiserend is en ja. werkt. Dus als een kind zeg maar, het slachtoffer is, dan, dan, dan wordt het. Ook boos op de dader, maar ook een soort van boos op zichzelf, waardoor het vergeet om compassie voor zichzelf te hebben. Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur en je voorzien van waardevolle informatie en tips. Mijn naam is Chris, Mind Body Arts, en naast me zit Aisha, neuropsycholoog en neurowetenschapper. En deze week hebben we weer een vraag binnengekregen en die luidt als volgt: Ik ben vroeger veel gepest en merk dat ik daar nog steeds last van heb. Is dat normaal of ligt dat aan mij? Ja, wat is normaal? En wat ligt er aan deze persoon? Ja, um, het is inderdaad normaal als je daar langer last van hebt. Ik heb, volgens mij, uh, ik heb hier wel eens een uh, onderzoek over gelezen... of een enquête was dit volgens mij. En uh, daarin gaf ze zelfs aan dat uh, 70% van de mensen die gepest is... dat die er eigenlijk levenslang minder van ondervinden. Ja. Hmm. Dus is, 70. Ja, dus dat zijn echt enorme statistieken, om dat zo maar te zeggen. Ja. Yeah. Dus ja, het heeft gewoon echt een enorme impact. Vaak ook omdat het beste juist op jonge leeftijd uh, voorkomt. Dus dat neemt een, heeft een enorme impact op je ontwikkeling, op je sociale ontwikkeling, op hoe je naar jezelf kijkt, hoe je naar anderen kijkt. Ja. Yeah. En wat je dus vaak ziet, is dat dat. Ja, voor een kind is dat gewoon zo'n enorm impactvol event. Dat je daar dus eigenlijk. Dat, dat, dat doet gewoon heel veel met je. En dat kan je dus inderdaad levenslang met je meedragen. Ja, dus we kunnen eigenlijk stellen dat pesten traumatiserend is en ja. werkt. Want ook als je kijkt wat je zegt, dus de 70% van de mensen die gepest zijn van kinderen, die hebben daar op volwassen leeftijd nog last van. Ja, dan ben ik wel benieuwd. Um, überhaupt met trauma's, um, kijk, seksueel trauma of gewelddadig trauma, dat, dat is allemaal best wel heftig, maar je hebt ook wat lichtere trauma. Laten we even zeggen, stel je voor dat je geslagen bent op jonge leeftijd. Is het dan ook zo dat 70% van de mensen die geslagen zijn op, op jonge leeftijd daar altijd last van hebben? Want dat hoeft dus eigenlijk niet, toch? Ja, het wisselt heel erg. Dus in die zin, kijk, um, er zijn het wel statistieken en onderzoeken dat op het moment dat jij, laten we zeggen, um, geslagen bent of fysiek mishandeld bent door je ouders op jonge leeftijd, wat dan de kans is dat je daar op latere leeftijd posttraumatische stressstoornis voor ontwikkelt? Mm -hmm. En ook bij seksueel misbruik heb je ook statistieken wat de kans is dat als je seksueel misbruik hebt meegemaakt, wat de kans is op posttraumatische stressstoornis. Yeah. Uit mijn hoofd is dat zo'n beetje rond de 50 oh. um, Maar deze vraag is natuurlijk in die zin veel breder. Kijk, op het, kijk er, er last van hebben betekent niet automatisch van hé hey, ik heb elke dag herbelevingen aan het moment dat ik gepest ben. Yeah. En in die zin, ja, pesten heeft ook natuurlijk heel veel gradaties. Over het algemeen kan worden gesteld dat het beste een adverse childhood event is. En van de adverse childhood events, dus de negatieve ingrijpende leefgebeurtenissen als kind, is eigenlijk een beetje de vuistregel dat hoe meer van dat soort gebeurtenissen je hebt meegemaakt als kind, hoe groter de gevolgen zijn op latere leeftijd. Ja, en dat zijn die ACE's met hoofdletters, waar je het over hebt met puntjes ertussen. Ja, we hebben hele. En... Ik heb hele mooie. Of ja, ik, ik kan dat natuurlijk niet over mezelf zeggen. Ik heb heel erg mijn best gedaan om <laughs> mooie visuals te maken. Dus die zie je zo hier en daar op ons Instagram kanaal, het En dat zijn er in totaal twaalf um, of dertien. Dat hangt een beetje vanaf welke je pakt. En daar zitten dus dingen als pesten tussen, maar ook wat je zei, misbruik. Of dat je bijvoorbeeld um, ja, uh, extreme armoede, dat soort zaken. Dus uh, echt scheiding, er zit eigenlijk van alles tussen. Dat op het moment dat je dat op jonge leeftijd meemaakt, dan heeft dat een invloed op je ontwikkeling. En hoe meer van dat soort dingen je dus naast elkaar ook nog eens meemaakt, hoe groter de impact ook nog is. Ja, dus inderdaad, als je thuis denkt van hé, hey, ik heb het een en ander meegemaakt en ik wil kijken hoe groot de kans is dat ik daar nog last van heb op latere leeftijd. Kijk dan even op onze Instagram. En uh, laat ons even weten wat je van die post vindt. Volgens mij hebben we hem. Een paar weken terug gepost. Dus het is even zoeken, maar het is vast wel wat leukste te vinden op, op ons kanaal. Zo nu en dan komt hij voorbij. Ja, precies, precies. Oké, okay, en dan even back to the basics. Um, wat zijn de gevolgen van pesten? Ja, dat kan dus eigenlijk heel erg verschillen. Dus eigenlijk, um, wat je eigenlijk ziet bij pesten, het kan verschillende gradaties aannemen en het kan op verschillende leeftijden plaatsvinden en er kunnen verschillende beschermende factoren plaatsvinden. Dus het is um, ik, wat ik zelf altijd heel erg belangrijk vind... op het moment dat ik een cliënt heb en die zegt van... hé, hey, ik ben gepest, dat ik dan altijd doorvraag van... hé, hey, wat, wat voor een impact heeft dat op jou gehad... en hoe, wat is de relatie tussen het pesten en je klachten... en dat je daar gewoon samen over in gesprek gaat. Omdat het dus niet echt een one-size-fits-all is... bij een onderwerp als pesten. Kijk, wat ik in ieder geval altijd belangrijk vind... voordat je eigenlijk kijkt naar de emotionele impact... is op het moment dat, er, dat je gepest wordt... of je daar bijvoorbeeld bepaalde... Uh, dat je daar heel vaak aan terugdenkt of dat je daar bepaalde herbelevingen bij hebt. Ik heb bijvoorbeeld ook cliënten gehad die gepest zijn. En sommige, kijk, dat kan variëren van plagen of aan uh, uh, je kleding plukken of je uitlachen. Maar ik heb ook uh, cliënten gehad die gepest zijn en die dan met een fietslot geslagen werden. En dan heb je het letterlijk over geweld. En dan is er ook nog een kans dat dat naast het impact van de buitensluiting in het beste zelf. Dat daar ook een traumatische invloed zit, wat dus ook een PTSS-criteria kan zijn. Ja. Dus dan wil je altijd wel even checken: hé, hey, op het moment dat je gepest bent, ja, hoe heftig was het en hoeveel uh, spanning geeft je dat? Ja. Dus dat is altijd een basischeck van hé, hey, zijn er gebeurtenissen geweest met geweld um, of bijvoorbeeld ja, misbruik? Dat komt wel minder vaak voor in relatie tot pesten. En daarnaast wil je eigenlijk gewoon vooral heel erg kijken van... hé, hey, wat heeft het met jou gedaan? En uh, wat ik daarin vaak zie, is dat dat heel verschillend kan zijn... van persoon tot persoon. Ja. Dus wat je vaak hoort, is dat op het moment dat je gepest wordt... Hè, dat dan uiteindelijk degene die gepest wordt... dat die dat heel erg op zichzelf gaat betrekken. Je wordt buitengesloten, je wordt uh, geplaagd, je wordt gepest... er worden dingen naar je geroepen. En als dat maar vaak genoeg gebeurt en lang genoeg gebeurt... Um, dan kan dat een heel erg grote impact hebben op hoe je naar jezelf kijkt. Nee, dus die kinderen die kunnen op een, op een gegeven moment zich heel erg gaan schamen. Of bijvoorbeeld heel erg zich minder waardig gaan voelen ten opzichte van de ander. Ja. Dus stel je, voor, um, ja, stel je voor, je wordt gepest, laten we zeggen, omdat je een bril hebt. En de rest van de klas heeft allemaal geen bril. Dus je dan denkt: van ja, ik heb een bril, dus ik ben lelijk, of dus ik ben minder, dus ik hoor er niet bij. Dat zijn verschillende conclusies die je kan trekken. En dat is gewoon heel erg, um, ja, dat kan gewoon echt heel erg impactvol zijn. Ja, dat is toch wel interessant hè, hoe kinderen werken. Dus, in, dus, dus, in, dus als een kind zeg maar het slachtoffer is, dan, dan, dan wordt het ook boos op de dader, maar ook een soort van boos op zichzelf. Waardoor het vergeet om compassie voor zichzelf te hebben. Dus het gaat twijfelen aan zichzelf. Het gaat minder, minder. Ja, hoe zou je het kunnen noemen? Je merkt het een beetje denk ik bij kinderen met ouders die, en, en, en ouders bijvoorbeeld die, 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 die dat kind dan eigenlijk iets aandoen of iets, iets niet geven wat ze nodig hebben, dat ze dan voornamelijk aan zichzelf gaan twijfelen, zichzelf de schuld geven. Terwijl een volwassen reactie is van hé, hey, mijn ouders hebben dit mij aangedaan, dus ik geef hun de schuld. Ja. Maar een kind die denkt van hé, hey, ik, ik ga jullie de schuld niet geven, want jullie zijn mijn ouders, dus ik geef mezelf de schuld. En eindstand leef je dan decennia daarna. Nog steeds met, met, met allerlei persoonseigenschappen die daaruit voortkomen. Precies. De perfectionisme, onzekerheid. Uh, ja, zo zijn er nog heel veel andere dingen, natuurlijk, die bijspelen. Dus dat vind ik altijd wel heel fascinerend hoe kinderen daarmee omgaan. Ja, en, en dus echt centraal staat dan echt het gevoel van: hé, hey, ik ben minder goed dan. Ik, voel, ik ben niet goed genoeg. Ja. En dat is je dan heel vaak: heb je dat idee gekregen of omdat je een bril had of omdat. Ja. Wij zo spreken, de hele klas die draagt merkkleding... en als jij de enige bent die geen merkkleding draagt... dan heb je misschien ook het gevoel van ik hoor er niet bij... of ik, ben, uh, ja, ik doe er niet toe. Ja. Dus dat is eigenlijk een, een, een thema dat ik heel vaak terugzie... Uh, bij mensen die pesten. Dus echt dat het op jezelf slaat, op jezelf beeld... en hoe je over jezelf denkt. En daar kan je natuurlijk levenslang ook last van hebben. Hè? Dat op het moment dat je misschien in nieuwe contexten bent... als je ook weer dat gevoel hebt van hé, hey, ik ben niet goed genoeg... Je hebt ook een groep um, mensen die gepest zijn, die eigenlijk um, veel meer uh, zich gaan terugtrekken. Mm -hmm. En die eigenlijk als het ware um, ja, zich altijd, altijd afstand nemen van de groep. Een soort van een sociaal isolement zou je het kunnen noemen. Yeah. En dus stel je voor dat jij structureel, stelselmatig gepest bent, dat je eigenlijk je veel meer terug gaat trekken. En dat je daarom ook heel erg het gevoel hebt van: hé, hey, ik hoor er niet bij. Dat je echt dat wij, ik. Zij verhaal als het ware krijgt. Ja. Dus stel je voor dat je dan in een nieuwe context komt. Stel je voor je bent gepest als kind en dan voel je je heel erg buitengesloten. Dat stel je voor dat je dan uh, naar de voetbal gaat en je gaat, komt in een nieuw team. Dat dus je eigenlijk al gelijk denkt van: hé, hey, dit is een nieuw team. Zij zijn allemaal bevriend met elkaar en zij vinden elkaar allemaal leuk en gezellig en aardig. En ik kom er dan bij en zij zitten helemaal niet op mij te wachten of zij willen helemaal niet dat ik erbij ben. Dat je eigenlijk het gevoel hebt dat die hele groep samen is en dat jij daar net buiten valt. Ja, en dat gevoel dat uitzicht dan in uitingen waar mensen bij denken van, oh diegene wil geen contact met ons. Diegene ja. die wil lekker op zichzelf, is een beetje een aparte, aparte jongen of meisje, laat haar maar. Ja. Terwijl dat eigenlijk niet is wat zij wil. Zij wil er gewoon bij horen eigenlijk. Precies, precies. En dat is dus zo sneu eigenlijk. En dat, dat, dat is dus ook een beetje het kruien het hieraan. Is dat, um, kijk, in een ideale wereld zou je denken van, hé hey, je bent gepest. Dan zou je het uh, idealiter gewoon verwerken. En dan elke nieuwe situatie, die zou je dan een nieuwe kans geven. Waarin je gewoon er bleu instapt als je zelf. En dat dat gewoon elke keer opnieuw dat je denkt: van hé, hey, misschien pas ik wel bij deze groep of bij deze groep. Um, maar dat werkt helaas niet zo. Omdat je brein, die onthoudt dus eigenlijk, we hebben het brein hier ook voor ons staan. Ja. Ik heb geen exact hersengebied, of misschien het geheugen. Maar die zitten. In het midden? Ja, <laughs> nou, laat dat zomaar even zien. <laughs> ah, misschien minder relevant voor nu. Um, maar dat brein, dat, dat, dat onthoudt eigenlijk gewoon alle herinneringen... en alle ervaringen die je ooit in je leven hebt gehad. En op basis daarvan maakt het dus al een voorspelling... wat er met je gaat gebeuren in de nieuwe situatie. Dus als jij altijd al in je leven je afgewezen hebt gevoeld... dat brein voorspelt dan eigenlijk al van... hé, hey, ik ga naar de voetbal, een nieuwe groep mensen. Zij, zij gaan maar waarschijnlijk ook pesten of... Zij, hebben, zij zitten helemaal niet op mij te wachten. En wat je dan misschien onbewust of automatisch gaat doen, is dat je inderdaad, wat jij ook net zei, dat je je anders op gaat stellen. Dat je misschien hè, jezelf niet voorstelt, dat je misschien minder lacht op het moment dat je contact maakt. Hè, dat je wat meer naar de grond gaat kijken. En dat kan allemaal dus uit een soort van ja, verlegenheid of onzekerheid komen. Terwijl die ander. Die aan dat voetbalclubje zit, die denken misschien van: hé, hey, je kijkt alleen maar naar de grond, je hebt hier helemaal geen zin in, je wilt helemaal geen contact ja. maken. Ja, jij vindt dat niet gezellig toch? Nee. <laughs> Vind je het wel leuk hier eigenlijk? Ja. <laughs> ja, en, 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 ja, en zeker als je daar niet zo receptief voor bent en als je al eh, druk, afgeleid raakt door de mensen die je al wel kent, dan is dat heel confronterend. En wat je dus ook soms zelf ziet, en dat is dus ook gewoon heel zonde eigenlijk, is dat. Um, kijk, op het moment dat jij je jezelf dus op een gegeven moment altijd buiten de groep plaatst, hè, in een nieuwe context waarin je in theorie nog nooit gebest bent, als je jezelf dus eigenlijk altijd buiten de groep plaatst, dan ontneem je jezelf eigenlijk ook van de, de, de kans of de mogelijkheid om sociale vaardigheden verder door te ontwikkelen. Dus je loopt achter, langzamerhand. Ja, dat, dat kan. Hè. Dat is ja. zeker niet bij iedereen zo. Maar het is natuurlijk zo van hè, op het moment dat je. En gepest bent en dat je heel erg in jezelf gekeerd bent en altijd naar de grond kijkt, of heel erg bang bent dat een ander je zou afwijzen, en dan zou je minder in gesprek gaan met mensen en dan zou je ook minder um, zelf positief feedback naar de ander geven, dat jij geïnteresseerd bent in die ander. Ja. Dus jezelf misschien ook minder vragen stellen, omdat je misschien bang bent dat je domme vragen stelt. Eigenlijk allemaal van die uh, typische. Nou ja. Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Opportunities of mogelijkheden om een band met iemand op te bouwen. Dus je geeft daarin, op een gegeven moment is de kans ook groot dat je daarin zelf ook minder geeft in het contact, waardoor je uitermate ook minder krijgt. Ja. Terwijl op het moment dat jij al en, nooit gepest bent, dan heb je misschien zoiets van, hé, hey, en je nou ja, andere mensen niet naar of vervelend of spannend vindt, dan heb je eigenlijk veel makkelijker dat je merkt ze van, hé, hey, hoe is het met jou? Heb je een leuke dag gehad? Oh ja, leuke rok. Dan als je makkelijk contact maakt, dan wordt het eigenlijk ook telkens weer makkelijk omdat je erachter komt van hé hey, als je tegen 100 mensen een gesprekje begint, ja, 90% van de mensen reageert normaal en die 10% die misschien afwijzend reageert, dan denk je van ja, dit ligt aan jou. Dit ligt niet aan mij. Ja, dat is on ontzettend interessant inderdaad, ook als je kijkt naar mensen die flink getraumatiseerd zijn, dat de communicatie is gewoon in, ik zeg absoluut niet bij iedereen, maar bij een groot deel is het anders. Dus inderdaad, ja. wat mij ook, wat, wat, waar we ook een hele podcast aan kunnen toewijden. Het stellen van vragen, het tonen van interesse. Dat als je, door, doordat je slechte ervaringen hebt gehad in het verleden... denkt van, hé, hey, ik, ik, ik kan dat niet doen bij anderen. Ik moet... Afstandig blijven of ik moet niet te veel gaan mengen in andermans leven, want anders krijg ik kritiek. Dat zorgt inderdaad ook voor, denk ik, uiteindelijk in je relaties met vrienden of met je partner, dat je minder goede relaties kunt opbouwen. Ja. En dat, dat, dat viel me laatst ook op toen, toen ik sprak met een vriend en ik weet wat hij allemaal heeft meegemaakt, dat ik ook dacht van, we zitten nu al twee uur lang te praten, maar ik heb volgens mij geen één vraag ontvangen. En, en dat je dan denkt van, hé. Hey, uh, dat, dat is denk ik niet bevorderlijk voor jou, voor je, voor je toekomst. Voor, voor, voor dat je bijvoorbeeld gaat daten of gaat partneren of verder wil. Kan ik me voorstellen dat dat niet bevorderlijk is. Dus het, heeft toch wel, het kan een langere afdruk achterlaten. Ja. Dus dat vind ik altijd wel... Dus eigenlijk mis je zo... dan een beetje die wederkerigheid. Precies, ja, want we zijn mensen, hè. Dus we, we, we houden van interesse. En de uh, en, en tip van de week is van... Hey, als je praat met mensen, stel vragen. Want dat zorgt ervoor dat diegene zich ook gehoord voelt en je een leuk gesprek hebt. Want als je... Misschien, misschien is het een leuke experiment van de week. Kijk eens in je omgeving. Naar iedereen in je omgeving. En dit is ook een kleine waarschuwing. Eventjes een zijwegje. Ik heb ooit een boek gelezen over, over communicatiestijlen en uh, hoe mensen communiceren met elkaar. En sindsdien is mijn perceptie en perspectief van communiceren zo veranderd. En diegene zei ook heel mooi. Kijk om je heen. En 80% gaat voornamelijk over zichzelf. En toen dacht ik bij mezelf van, oh, oké. Okay. En wat diegene ook zei, volgens mij was het Dale Carnegie, was de, was de schrijver ervan. En die zei ook van, kijk in je omgeving wie het meeste mag en met wie je het, het liefste omgaat. ja En toen zei hij ook van, dat zijn de mensen die interesse tonen in jou. En toen dacht ik van, zijn we nou zo simpel? En, 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 en toen begon ik ook in mijn omgeving te analyseren. En toen dacht ik bij mezelf van, wow, er zijn echt ontzettend veel mensen in mijn omgeving. En überhaupt in de omgeving, want ja, we hebben ook gewerkt, we hebben... Niet alleen vrienden, maar ook mensen daarbuiten natuurlijk gesproken. Dat ik echt denk van wow, er zijn zoveel mensen die alleen maar over zichzelf willen praten. En op het moment dat ze klaar zijn, dan stopt het gesprek. En mijn neiging is dan van, dat is mijn, mijn, mijn little pleaser kant. Dat ik weer een vraag stel van oh, wat goed van je, dit en dat. Maar ja, eindstand heb ik dan een gesprek van een uur waarin ik niks gedeeld heb en alleen maar interesse heb getoond. Ja. Diegene vindt het heel gezellig. Maar ik denk van ja of hoef jou niet per se nog een keertje paar uur te spreken, laat ik het even zo zeggen. Dus... dus je merkt eigenlijk dat het afstand schept dat op het moment ja. dat die wederkerigheid ontbreekt, dat je op het moment zelf is wat prima, dan denk je zoiets mm. van hé, hey, ik stel gewoon vragen en interesse. En hè, misschien is het ook heel interessant wat diegene vertelt. Ja. Maar dan achteraf, dat je dan denkt ze van hé, hey, het kost me wel een beetje energie. En als je dan ja. gaat nadenken erover, dat je dan denkt ze van hé, hey, het kost me energie. Oh ja, want ik heb heel erg actief geluisterd heel ja. lang en Niks teruggekregen. Ja, leuke tip van de week. Kijk in je omgeving wie je mag en wie je niet mag. En kijk even hoeveel vragen ze stellen. En dan kan je daar soms wel een correlatie in vinden. En, uh, en ja, oké, okay, de, laatste, de laatste zijweg. En dan gaan we echt weer terug naar het onderwerp. We keken laatst. Um, hoe heet dat? Blind date? First date? Oh, first dates. Ja, ja dat was first, heel leuk. First yeah. dates. En we keken dus naar twee personen. En die twee personen die hadden een lichte verstandelijke be beperking. Maar ook van die mensen kunnen we ontzettend veel leren. Want ja. één van die twee zei letterlijk. Heb je toevallig ook vragen voor mij? Ik vond het geweldig. Het was prachtig. Dat is toch de beste vraag die je kunt stellen... als je met iemand praat die alleen maar over zichzelf praat? Dat het... is gewoon goede. Dat is zowel indirecte feedback, waar iemand echt iets aan heeft... en je, ver en je versterkt plezier van het gesprek voor jezelf ook. Het is constructief. Ja. En het was wel grappig, want in de, de antwoord van de andere was... ik heb het gevoel dat ik je wel wat vragen heb gesteld. Ik heb gevraagd waar je woont. Ik heb gevraagd wat je voor werk doet. Dus het gaf ook wel heel erg mooi aan, en dat is iets wat we in de psychologie dan metacommunicatie noemen. Mm -hmm. Dat op het moment dat je bij jezelf irritatie merkt, of dat het, het gesprek niet zo lekker loopt, um, dan is daar vaak een reden voor. En dat ja, met technische termen nu dat overdracht en wat je zelf geeft en tegenoverdracht wat de ander geeft. En als daar een mismatch in is, mm -hmm. dan, dan kan dat een vervelend gevoel achterlaten, of in ieder geval spanning. En wat dan grappig is, op het moment dat je metacommunicatie toepast in plaats van dat je het over de inhoud van het gesprek hebt, heb je het over de, de, de vorm. Waarin je dus inderdaad in dit geval dus zegt van hey heb je ook interesse voor mij? Want ik heb het gevoel dat je ja. geen interesse erover toont. En die, diegene die uh, geeft het dat zo goed aan door te zeggen van hé, hey, maar ik heb het gevoel dat ik wel wat vragen heb ja. gesteld, namelijk deze dingen. En daarna ging ze meer vragen stellen. Ja, en dat is alleen maar goed voor je relatie. Dit soort dingen moet je ook bespreken. En liever te vroeg dan te laat, natuurlijk. Oké, okay, terug maar... naar het onderwerp. Ja. Ik denk dat, uh, dat uh, we hadden het in ieder geval over. Dus als je jezelf buiten de groep plaatst. Dus dat is inderdaad ook wel soms een. Um, ja, in, het, in de context van pesten, soms wel lastig. Dat, um, hè, heel veel dingen die gaan onbewust. En, en, en soms is er dus ook zelfs. Um, Iets ook wat je daadwerkelijk anders maakt, wat kinderen heel snel oppakken, waardoor ze je gaan pesten. Ja. En dat kan soms ook heel erg um, heel erg vervelend zijn. En zeker als je jezelf heel vaak buiten de groep plaatst, dan is altijd denk ik ook een belangrijke vraag om te stellen: hé, hey, snap ik waarom ik me buiten de groep plaats? Of um, snap ik waarom het uh, misschien zelfs lastiger gaat af en toe in sociaal contact? Is dat een stukje onzekerheid? Is omdat ik het niet begrepen voel? Is omdat ik ergens bang voor ben. En afhankelijk van waar het hem dan in zit, uh, kan je daar ook echt concreet mee gaan oefenen. Dus bij yes. de ene persoon zou je misschien denken aan van hey, um, hè, het verwerken van de trauma's en de negatieve verwachtingen. De andere misschien dat je meer gaat experimenteren ermee om in nieuwe situaties meer dingen te zeggen om te kijken wat er gebeurt. Um, weer bij anderen kan het hem ook meer zitten in inderdaad die sociale vaardigheden trainen. Omdat je eigenlijk jezelf de kans uh, onbewust hebt ontnomen om daar goed mee te oefenen. Ja, en, en, en wat dan ook wel interessant is, ik heb ook het idee, inderdaad, vooral bij onze cliënten, dat ze zoeken pas hulp als ze in het dagelijks leven ergens tegenaan lopen. Dus of de relatie gaat uit, of op werk lopen ze telkens tegen, ergens tegenaan. Of ze krijgen heel veel negativiteit over zich heen. Heel vaak, ik noem maar wat. En dat zijn vaak de momenten dat mensen inzien van, hé, hey, hoe ik mij gedraag, mijn patronen, ik heb daar geen invloed op op dit moment. Maar dat gaat onbewust en blijkbaar botst dat in mijn omgeving. Met bepaalde ja. dingen of bots ik daar zelf mee? En Freud zei ook heel mooi dat onderbewustzijn dat kent eigenlijk geen tijd. Dus op het moment dat jij beschadigd wordt in het verleden. en dit is ook iets waar wij heel erg bij stilstaan in ons kerntraject. waarin we dus vanuit de kern kijken naar klachten. Je ziet ook vanaf het moment dat je beschadigd wordt ja, Beschadigd klinkt zo stom. Maar het moment dat jij dingen meemaakt. die je eigenlijk op dat moment niet had willen hebben. of dingen die je ja. hebt gemist vroeger. Ingrijpende gebeurtenissen hebt meegemaakt. Ingrijpende gebeurtenissen hebt meegemaakt. Maar ja, dat kan ook zijn dat je liefde hebt gemist. Dat is ook niet heel ingrijpend, maar indirect toch wel. Dat, 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 dat die herinneringen en die patronen. en die neurale paden in je brein die gevormd zijn. die zijn eigenlijk voor altijd meestal. Ja. En, 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 en een veelgemaakte misvatting is van hé, hey, ik groei er wel overheen. Ik. Uh, ik, met de tijd wordt het wel minder. Of uh, get over it. Komt wel goed. Maar heel vaak komt dat niet goed. Want, want het is toch wel een pad dat gecreëerd is in jouw brein, en dat ja. kan natuurlijk aangepast worden. Maar je moet daar toch wel bij stilstaan, je moet eraan werken. En dat zijn dus een aantal dingen die we dus ook doen in het traject En dat valt ons ook vaak op in het kentrict, dat mensen dus met een bepaald probleem komen. Het zij psychisch, uh, angst, depressie, het zij persoonseigenschappen, perfectionistisch of onzeker of. Of andere lichamelijke klachten, die, 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 die kunnen daar ook bij rol spelen. Dus voornamelijk hartnekkige klachten en patronen. Dat we als we vaak terug gaan graven, dat we dan dit soort dingen tegenkomen. En dat je dan denkt van hé, hey, dat brein van mij dat doet van alles waar ik geen controle op dit moment mee ja. heb. Maar daar kun je wel weer controle over krijgen. En daarin begeleiden we ze dus. Dus dat vind ik dan toch wel altijd heel interessant bij, in het onderbewustzijn. Dat dingen gewoon gebeuren. En ja, ons brein grotendeels is onderbewust. Ja, en dat is dus denk ik ook wat dus maakt die statistiek: dat je zegt van hé, hey, 70% van de mensen die gepest is, die ondervindt daar langdurige klachten van, of op, op volwassen leeftijd zelfs. Yeah. Hè, hun hele leven lang was het volgens mij zelfs wat je zei. Yeah. Um, en, en dat is het dus ook, want hè, er gebeurt iets op jonge leeftijd, en op het moment dat daar niet goed mee omgegaan wordt of omgegaan is. Dan kan je dat eigenlijk, dan, dan wordt dat in je onderbewustzijn misschien een soort van een feit. Namelijk, ik hoor er niet bij of ik ben niet leuk genoeg, op dit of dat. En misschien ben je daar helemaal niet vaak bewust van, maar op het moment dat je moeilijke situaties hebt, dan komt dat elke keer, is er ergens in je onderbewustzijn, dan dwarrelt dat toch van: hé, hey, ik moet harder werken, ik moet meer mijn best doen, ik moet niet falen. Uh, ja, dat, dat blijft toch wel sluimerend um, aanwezig. En wat je dus ook soms ziet, kijk bij pesten, kijk je hebt de waar we mee begonnen, ook de hevige varianten met echt letsel en dergelijke. Dat iemand je echt uh, in elkaar slaat, bijvoorbeeld. Maar je hebt ook op het moment dat jij buitengesloten wordt, het is ook een beetje hoe erop gereageerd wordt. Want op het moment dat jij gepest wordt, maar een leraar van klassenleidster die zegt ze van, uh, nou, ik weet niet wat echt een typische pestnaam kan zijn. <laughs> Max. Oké, okay, sorry, Max. Sorry. Ik ga het even Max noemen. Ja. Yeah. Sorry, Max, maar dan zeg hey uh, je van nee, Max, je gaat hier, gaat hier nu mee stoppen. En als je dus als, als, als volwassene in die rol stapt van: Ik ben de volwassene en ik ga jou vertellen, ik ga jouw grenzen stellen, Max, dit gaat niet hier gebeuren. Jij kapt hier nu mee en anders ga je eruit, ik bel je ouders, er komen ja. consequenties aan. Ja. He? Op het moment dat iemand voor je opkomt, dan is dat heel erg verzachtend. En dat kan nog steeds kan het zijn dat je gepest bent, maar op het moment dat je wel het gevoel hebt dat er iemand is. Die aan jouw kant staat, of dat nou een vriendje of een vriendinnetje is, of iemand in de klas die ook even bij jou incheckt, of een leraar of iets dergelijks, um, dan kan dat ook wel weer verzachtend werken. Ja. Maar het nare is dus dat als jij gepest wordt op school, je heel erg alleen en eenzaam voelt, dat mensen die merken het wel op, maar hè, je medeleerlingen of misschien zelfs je leraren, die vinden het misschien ook moeilijk om grenzen te stellen of om voor iemand op te komen, nou, dan voelt het gewoon super alleen. En dan heb je ook weer van, hè, als je dan voor wat naar huis gaat... Hè, misschien heb je ouders die zien dat er iets met je aan de hand is... en gelijk denken van, hé, hey, er is iets met je aan de hand, we gaan het oplossen. Ja, misschien dat een, zeg uh, voor, uh, Piet wordt door Max gepest. En Piet die komt thuis en die vader zegt ze van, uh, wat is er gebeurd? Ik zie dat er iets aan de hand is. Laat een plan gaan bedenken. Of ik ga zijn uh, ouders opbellen, dat kan dan weer schaamtevol zijn. Of je gaat uh, dit bijvoorbeeld doen... We gaan het oplossen. We gaan experimenteren wat jij moet doen <laughs> <laughs> om die max te stoppen. Ja, maar dan heb je wel een team, team building. Dus ook vanuit als we echt, vanuit als primitievelingen gewoon nadenken van hey, een kind heeft gewoon die support nodig. Ja. Heeft een ouder nodig. En als die, als die support er niet is, dan is dat ook ingrijpend ja, wat, voor dat kind. Ja, precies. Want het kan dus zijn, dat dus zei je voordat je van school komt en. Je voelt je heel erg buitengesloten en alleen. En je komt thuis en je ouders kijken je aan en denken van... hé, hey, volgens mij is er iets. Maar hé, hey, is er iets? En je zegt nee. En dan laat ze je gewoon gaan. En dan zit je vervolgens in je eentje op je kamer, verdrietig, ja. in tranen. En dan voel je je nog meer onbegeven. Want dan is er eigenlijk ook misschien vanuit thuis onvoldoende een vangnet... om je te steunen, om een plan te bedenken, hoe je die max gaat aanpakken. En um, ja... Ik weet zelf niet wat daarin uh, de meest effectieve methodes zijn. Ik weet, uh, ik weet wel dat kinderen het vaak heel erg vreselijk vinden als ouders zich ermee gaan bemoeien. Volgens mij, omdat ze bang zijn dat het het gepest erger maakt. Dus ik denk dat een plan nodig is waarmee evidence-based ja. de kans op vermindering van pesten groot is. En dan nemen we de factor ook niet mee dat misschien die ouders vroeger ook getraumatiseerd zijn en daardoor minder vragen stellen. Om even terug te komen op mijn zijbrug. Dus als ja. je niet goed genoeg doorvraagt of niet voldoende empathie kunt opwekken bij je kind dat hij het vertrouwen heeft om jouw dingen ja. te vertellen die een beetje gevoelig zijn, ja. dan kan dat ook wel weer dus van de ouders overgaan naar het kind. En het kind dat groeit ook op en die denkt ook van hé, hey, ik ga me terughouden, ik ga niet te veel vragen stellen. Ja. krijgt ook. Weer... Ja. zo ontstaat er transgenerationeel trauma. Zeker, want ik, waar ik ook nu aan moet denken nu je dit zo zegt... is dus ook inderdaad, het, 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 als je dus hè, als ouders, hè, als je je kinderen vaak ziet... Dan, dan, dan als je iemand heel goed kent, dan leer je wel een beetje kennen van... hé, hey, hmm, je kijkt anders uit je ogen. De, de gaat goed is eigenlijk niet zo gaat goed. Ja, alleen stel je voor dat je als ouders bijvoorbeeld misschien hebt meegekregen... of geleerd van hey, emoties, dat is iets wat je voor jezelf he, zelf houdt... Of, het komt goed, zet je er maar overheen. He, als je dat van je ouders hebt meegekregen, dan kan je dat natuurlijk ook weer een beetje die attitude aan je kinderen meegeven. Ja. Waarvan je denkt ze van hé, hey, ik zie dat er iets niet aan de hand is. Maar dat je, ja, als je tegen je kind gaat zeggen van hé, hey, dat gepest, nou, je gaat uh, over een half jaar naar de middelbare school, het komt goed, zet je maar overheen. Uh, zo erg is het niet. He, dat kind gaat dan ook denken van ja, het hoort erbij. Dankjewel. Ja. <laughs> ik, uh, ik moet het weer alleen oplossen. Want ik voel ja. me uh, eigenlijk hierin ook niet begrepen. En dan word je nog eenzamer, inderdaad. En, en, en wat zijn eigenlijk concreet gezien de gevolgen van pesten? Als je ook denkt wat meer in de hokjes, heb je een hogere kans op bepaalde um, diagnose of beelden? Ja, um, ik denk concreet gezien: kijk, het is eigenlijk wat ik het meest verwacht, is dat het beste heel erg in jezelf gaat zitten. En dat je zelf wilt. Daar hebben we toevallig ook een uh, podcast over gemaakt. Dus ik raad je vooral aan om even terug te scrollen naar de andere video's. Maar ik verwacht eigenlijk vooral dat het beste in je in een negatief zelfbeeld gaat zitten. En dat dat negatieve zelfbeeld eigenlijk dan ook weer een, 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 een risicofactor is. voor zowel angst als depressie als trauma. Ja. Yeah. En uh, mogelijk ook nog andere manieren om daarmee uh, om te gaan. Dat zijn de eerste die in mijn hoofd opkomen. wat dan een. Er is sowieso een verhoogd risico. En ook op verschillende lichamelijke klachten. Hè. Dus op het moment dat jij vaak gepest bent, dan kan ik me ook goed voorstellen dat je inderdaad daardoor eh, je minder veilig voelt. Mm -hmm. En op het moment dat je minder veilig voelt, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je dus echt wat wantrouwender bent naar de ander, hè. Uh, soms met goede redenen, maar soms misschien ook uh, op latere leeftijd niet. En dat door dat wantrouwen, dat je dan gaat denken: hé. Hey, ik ben nu met jou in contact, maar jij kan mij elk moment naaien. Of jij kan elk moment uh, uh, misbruik van mij maken. Of jij kan elk moment omslaan. Hè? Vooral als je voor dat je door een vriendinnetje bent gepest. Iemand met wie je het eerst goed had en die vervolgens dus in die pesterschool gaat. Ja. Dan, dat kan ook wat doen met je vertrouwen in anderen in relaties. En dat je dan een wat wantrouwende houding zelfs kan krijgen. Uh, ik kan me ook voorstellen, als je vaak gepest bent, dat daarmee je, je zenuwstelsel automatisch wat meer in een fighter flight komt. Zeker op het moment dat je je misschien begeeft in grotere groepen of bij nieuwe mensen, waarbij je ja. nog niet de ervaring hebt gehad dat zij dat niet bij jou gaan doen. Ja, precies. Dus inderdaad, wat je zegt, dus die, die, het gepest zorgt voor emotionele belasting, even om het even zo te noemen... onder bewustzijn. Ja. En als je daar niet op een goede manier mee omgaat, wat kinderen sowieso niet, zeg maar, zelfstandig kunnen, daar moet je dus echt ouders voor hebben die. Die ja. goed voor je opkomen. Als dat niet gebeurt, zoals in de meeste gevallen, dan kan dat zich uiten in klachten, hetzij mentaal, hetzij lichamelijk. Ja. En als jij thuis zit en je denkt: van, hé, hey, ik loop tegen bepaalde hardnekkige klachten aan, of hardnekkige patronen of persoonseigenschappen, en je wilt daar wat aan doen, dan is eventueel het kerntraject interessant. En dat is echt een traject waarin we dus kijken vanuit jouw kern waarom jij de klachten vertoont die je vandaag de dag hebt of die je. Afgelopen maanden of jaren hebt. En dan zul je toch vaak zien als, als je gaat graven in dat onderbewustzijn en in je verleden en in je kern, dat je toch bepaalde links kunt vinden. En vanuit ons bewustzijn kunnen we dus daar invloed op hebben en kun je daar ook impact op maken. Dus als je thuis denkt van hé, hey, dat klinkt interessant, dat zou voor mij ook misschien kunnen helpen, uh, kijk dan vooral op onze website op christenaasje.nl/slash kerntraject en dan kun je daar ook een kerncheck maken en dan kunnen wij kijken of je eventueel geschikt bent voor dit traject of niet. Even kijken, we hebben dus een heleboel besproken. Wat, wat, ik heb nog één brandende vraag. En dan kunnen we over naar het tip van de week. Um, waarom pesten mensen? Van de, vanuit de pestersperspectief. Ja. ja, want we hebben nu de slachtoffers eigenlijk uh, belicht. Ja. Maar die, die pester die zit ook niet helemaal lekker in zijn vel, denk ik. Ja, um, wat mijn. Wat mijn gok zou zijn, of wat ik zou denken... Ja, jij bent geen pester geweest, hè, als ik het zo... <laughs> <coughs> nee, nee, ik ben geen pester geweest. Nee, Nee, nee zeker niet. Uh, nee, wat mijn gok zou zijn, is dat een pester... dat hij eigenlijk onderliggend ook komt met... oftewel een nare thuissituatie... oftewel met ook een soort van onzekerheid... of het gevoel van tekortschieten. En dat um, dat een naar gevoel geeft... En een, een, een naar onheimelijk gevoel. En dat, dat je als overreactie, als soort van overcompensatie op onderliggende onzekerheid of spanning, eh, dat je daarin um, dus eigenlijk merkt dat je je beter over jezelf voelt als je een ander naar beneden haalt. Ja. En dat, <tus> dat kan natuurlijk, uh, dat kan denk ik direct zijn. Dus stel je voor dat... Um, is stel je voor, we gaan terug naar Max. Wederom, sorry Max. Ja, ja. En stel je voor dat Max een uh, vader heeft... die ook bijvoorbeeld um, wat, wat... heel kritisch of naar is... of dat um, de vader van Max... Max een beetje kleineert of naar beneden haalt. Dan kan dat dus eigenlijk... Um, dan kan je dat gedrag dus ook op school... misschien gaan overnemen. Dus de, de vader van Max... haalt Max naar beneden en Max gaat vervolgens... naar school en die gaat Pietje naar beneden halen. En ja. Pietje gaat vervolgens naar huis... en die gaat zijn zusje misschien naar beneden halen. Yeah. Dus, dat is, dus op zo'n manier zou dat tot uiting kunnen zijn. Het zou natuurlijk ook veel meer onbewust kunnen zijn dat op het moment hè, dat je misschien thuis bent en dat er alleen maar ruzie is of instabiliteit is of erger nog misschien dat er niemand is. En dan kan je ook, doordat je je rot of jezelf voelt, dan kan je misschien dat ook weer gaan overcompenseren door macht en controle op anderen uit te oefenen. Yeah. Het kan ook zo zijn, als denk ik in een klein percentage hoor, dat, um, dat je eigenlijk het, het vermogen tot. Eh, dat je weinig vermogen hebt tot empathie. Hmm. Want normaal, kijk, op het moment dat ik nu hè, naar jou, ik kijk nu naar jou en ik denk zo van. Nou, ik heb zin om Christ te pesten op het moment dat ik jou. <lacht> 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 ik heb dat nog nooit gedacht, maar. Stel <laughs> ja. je voor, ik, ga, ja. ik heb nu de Ik ga nu jou een klap in je gezicht geven. Dus bijvoorbeeld zo. Ja. ja, Jij kijkt heel neutraal, maar eigenlijk zou je nu bang moeten kijken. Ja, dat ja, nee, kan ik me heel goed voorstellen. Op het moment dat jij angst in jouw gezicht hebt, mm -hmm. dan is dat eigenlijk onbewust een signaal van: hé, hey, stop. Ja. Hè, dus eigenlijk onbewust op het moment, ik wil jou een klap geven. en jij kijkt heel erg angstig of heel erg verschrikt. dan is dat eigenlijk een teken voor mij van: hé, hey, jij bent geen bedreiging meer. Of misschien een simpele teken, stel dat je iemand pest en diegene haalt. dan is dat vaak een teken, ik moet stoppen. Ja, ik zou zeggen, maar, als je. Maar je hebt, je hebt dus ook een, uh, in, kinderen, ook gewoon, en kinderen worden later natuurlijk al volwassenen, dus mensen, uh, die, minder, die geen of weinig empathie hebben, of geen of weinig gewetensfunctie hebben. Dus eigenlijk de signalen waarbij je normaal denkt: van hé, hey, um, waarbij je normaal denkt: ze van hé, hey, ik heb mijn punt gemaakt. Maar het signaal is duidelijk, dit is misschien een goed moment om te stoppen. Ja, ik ga te ver. Ik ga te ver. Ik ga je geen klap geven. Ik ga je bijvoorbeeld hè, nare dingen toezeggen. Ja. ja. <laughs> Dat je denkt, nou, hè, een klap is misschien wat overbodig. Ik scheld je één keer uit en dan loop ik weg. Of hè, een ja. klap is overbodig en ik loop gelijk weg. Um, kijk, je hebt ook een, een, een bepaald groep mensen die dus eigenlijk te weinig geweten heeft of te weinig uh, empathie heeft. En zich niet kan verplaatsen in anderen. Of misschien zelfs vanuit autisme, dat je dus letterlijk gezichtsuitdrukkingen niet kan, niet kan, of niet makkelijk kan interpreteren. Mm -hmm. um, waardoor de kans is dat als jij iemand pest, ja, dat voelt alleen maar positief of lekker. In plaats van dat je je dan achteraf misschien ook schuldig voelt. Ja, dus, dus je zegt eigenlijk dat dat misschien het begin is van een carrière aan onheil. Misschien. En, en, ja. en eigenlijk in de ideale wereld zou je pest koppen. Die, die tot zo ver gaan. En die bestaande natuurlijk. Ja. Zou je die eigenlijk gelijk willen screenen en gelijk een psycholoog willen geven. Of gelijk willen kijken van hé, hey, wat is er aan de hand met jou dat jij tot zo ver gaat? Want ik zie ja. wel eens dan van die nare filmpjes ineens op internet langskomen. Dat dan iemand op de grond ligt. En dat je dan denkt van jongens, als iemand op de grond ligt, dan ga je niet verder. Dan is dat klaar. Punt. Ja. Maar als je dan doorgaat, dan. Dan, dan, dan klopt er echt iets niet. Dat, dat, dat is niet normaal. Dat is uitzonderlijk. Dus dan mis je toch wel inderdaad, dat vind ik dan wel een mooie verklaring. Mis je toch bepaalde empathie of, of inlevingsvermogen van hé, hey, als ik daar zou liggen, zou ik het wel fijn vinden dat mensen gaan stoppen. Ja, zeker. Zeker. En dan is het inderdaad weer de vraag: wat maakt dat iemand dat heeft? Hè? Is dat omdat dat meer in iemands persoonlijkheid of karakter dus zit? Mm -hmm. en naarmate je uh, dat langer doet? Of is dat bijvoorbeeld dat je echt. Um, zoveel blinde woede hebt... dat je eigenlijk gewoon een blackout hebt... en dat je geen grip meer hebt op wat je doet. Ja. Um, wat, denk ik, bij een veel kleiner percentage is... dat je eigenlijk verblind wordt door woede. Ik denk dat ja. ik niet, dan moet je wel echt flink getriggerd worden... om echt blind te worden van woede. Ja, dat zullen kinderpsychologen dan waarschijnlijk... wat vaker mee te maken hebben. Ja, maar dus ik denk ik, niet zozeer met de pestkoppen... maar met de slachtoffers, denk ik, van de pestkoppen. Ja, ik denk dat pestkoppen minder snel hulp zoeken... Um, oh, en het is natuurlijk, ja. hè, stel je voor dat jij vroeger iemand. Kijk, ik denk van de pesters. Kijk, op het moment dat jij op latere leeftijd misschien eh, in het criminele circuit je begeeft. of um, hè, een, een strafblad hebt vanwege geweldpleging en dat soort zaken. Ik denk dat die mensen over het algemeen ook als kind mensen hebben gepest. Maar niet iedereen die als kind iemand heeft gepest, die doet dat natuurlijk bewust. Nee. Of, wordt, eh, of gaat echt het verkeerde pad op. Of eindigt in TBS, ja. Ja. Um, dus uiteindelijk, kijk, uh, het kan ook natuurlijk zo zijn dat je als vroeger als kind iemand hebt gepest, omdat je, je onzeker voelde, of omdat je je iemand nadeed, of omdat je um, ja, heel veel beloning kreeg vanuit de groep, omdat je dus een hogere status had, omdat mensen dat misschien cool vonden op die leeftijd. Um, maar op latere leeftijd, pesters, die kunnen zich heel erg schamen dat ze vroeger mensen hebben gepest, omdat ze dan wel wat empathie krijgen en kunnen reflecteren en denken van hé, hey, dat was echt niet aardig wat ik deed. Yeah. Nou, er is ook hoop dus voor Max. En onze hype, <laughs> dus, ja, ja, we moeten Max uh, moeten we compenseren met iets. Maar we zien wel wat de compensatie wordt. Maar... Max krijgt een gratis oriëntatiegesprek. Ja, ja. <laughs> top. Mooie compensatie voor uh, dit. Oké, okay. ik denk dat we dan uh, zijn aangekomen bij de tip van de week. Ja, je kan ook het eerdere stukje knippen en hier nu plakken of kopiëren, dupliceren. Ja, ja en misschien is het een leuk experiment. Inderdaad, de tip van de week is dus echt kijk in je omgeving van wie je heel erg mag en wie je bijvoorbeeld wat minder mag. En kijk hoeveel vragen ze stellen. En laten we daar een percentage aan vastkoppelen. Dus 50-50, um, dus 50%, /50, 50 is dus dat je allebei evenveel evenwichtig vragen stelt. En naarmate je hoger gaat, 100% houdt in dat de ander gewoon geen vragen stelt en 0%... of, of nee, beter andersom. Laten we zeggen 0% is dat de ander geen vragen stelt... en 100% is dat de, dat de ander te veel vragen stelt... en 50% is dat het in balans is. Laat in de comments weten in jouw omgeving... Um, hoe, hoe de meeste vrienden van je zijn. Zijn de meeste vrienden van je... zijn, die, zijn, de, zijn dat mensen die te veel vragen stellen... die evenwichtig vragen stellen of geen vragen stellen? En misschien ook een beetje toelichting van de mensen die je mag... Waar, waarom zeg maar, zijn dat mensen die veel vragen stellen of juist geen vragen stellen? We zijn even heel benieuwd naar jullie observ observaties daarin. Ja, dus we gaan onder de Spotify bij de aflevering scoren en ook op YouTube onder de daar kan je altijd je comments uh, plaatsen. Ja. Dan gaan we lezen, gaan we analyseren. Ja, reageer even. En ook van wat je hiervan vindt. Of je het ermee eens bent dat uh, je het idee hebt van hey, dat mensen die je meer mag, gewoon wat meer geïnteresseerder zijn dan mensen die je niet mag, omdat ze minder interesse tonen. En dan uh, laat je ook zien dat je tot het einde van de podcast hebt geluisterd. En dat vinden wij ook hartstikke leuk om te zien wie nou echt de diehard fans van ons zijn. Dus laat het vooral even weten. Dat was dan denk ik ook de tip van de week. Kijk in de omgeving. En stel wat meer vragen aan je omgeving. Wil je dat de omgeving jou meer mag? Ja, en laten we dan ook even in het. Onderwerp van deze week. Ja. He, ook even dat je, zeker voor dat je vrienden of familie of mensen, dat je eens een keertje bij mensen in je omgeving informeert van: Hey, ben je eigenlijk ooit gepest? Ja. En dat is ook een vraag die je kan stellen, een mooie reflectieve vraag. Ook uh, als aanvulling, ook, uh, het onderwerp. Ja, en dan hebben. krijg je misschien ook een gesprek zoals wij van veertig minuten. Dus dan, ja, dat is toch wel een mooie ijsbreker, <laughs> hè? Ja, <laughs> okay. heel verbindend. Ja. Nou ja, Isaac, wil je bedanken dat je er weer bij was. En voor jou als luisteraar, vergeet vooral niet een reactie achter te laten op deze podcast. Een like achter te laten, of een duimpje of sterren achter te laten. Dat helpt ons enorm om deze podcast te laten groeien. En om ervoor te zorgen dat deze podcast bij de juiste mensen terechtkomt. Zodat zij daar ook weer wat aan hebben. Vergeet ook vooral niet, dat zien we de laatste tijd steeds vaker, om deze podcast ook te delen met mensen, waarbij je denkt van hey, misschien, misschien vind jij dit wel interessant, of misschien haal je hier wel wat uit. En die mensen kunnen natuurlijk vrienden zijn, familie of gewoon mensen die je wat minder goed kent. Nou, heb je toch wel weer iets verbindends. Dus vergeet niet deze podcast ook te delen. En als je wilt, mag je deze podcast ook natuurlijk delen op je verhaal. Helpt ons ook enorm. Voor nu zou ik zeggen uh, bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer dan maar weer. Tot de volgende keer.